Als je zo'n goedkoop verstekbakje koopt bij de Gamma, dat wil voor grof werk wel goed functioneren. Maar dan moet je dat latje zo hier tegenaan drukken. En als je dat nou een beetje lastig vindt, dan heb ik de neiging dat ik een lijmklemmetje wil erop monteren. Maar wat gebeurt er? Dat ding is hol. En nou heb ik gedacht, ik maak er een klosje in. Kijk, ik heb in die holle ruimte klem, heb ik een klosje geslagen. En als je dat zo wil zagen, dan op de plek van dat klosje, daar kan je een lijmklemmetje doen. Hier zit nog een holle ruimte. En dan zie je het probleem, als je hier wil drukken, dan gaat hij in die ruimte en dan schiet hij los als je aan het zagen bent. En hier kan je, dat is zo of zo, kan ik gewoon klemmen met mijn lijmklemmetje. Kijk, zit die keurig op het klosje. Dus dit is hol. En dit is het klosje. En het hoeft helemaal niet zo stevig erin. Want het, door dat klemmen houdt hij natuurlijk wel op zijn plaats. En je kan er met een lijmklem onder, omdat hij hier van die steuntjes heeft. Hier kan je weer met lijmklemmen die steuntjes weer vastzetten. Er zit een gaatje in. Je kan zelfs ergens op een plankje schroeven, als dat handig is. Maar zo zit hij stevig.